Yo, als je denkt, wat zie jij nog wel thuis? Dat kan wel kloppen. Ik heb vannacht niet geslapen. Het is echt heel erg. Pietje die kwam thuis met Poes. En die heeft de hele nacht liggen grommen onder mijn bed. Omdat ze bang was van iets. Dus ik keek steeds naar buiten. Dus ik ben bang dat er iemand uit deze buurt mijn kat een schop heeft gegeven of zo. Ik weet niet waarom. Misschien mag ze niet bij iemand in de tuin. Maar ze was echt heel erg bang. En ze wou de hele nacht niet bij hem liggen. En ze heeft de hele nacht gegrond. Dus ik ben de hele nacht wakker geweest. En verder moet ik zo even naar therapie. Want ja, shit happens en life goes on. Dus ik ga even uitzoeken waarom ik iedere keer van die depressieve episodes heb. En gewoon kijken wat ik daaraan kan doen. Als ze erachter komen wat ik heb en wat ik er echt aan kan doen, zal ik het ook nog wel een keertje delen met jullie. Ik heb dus een achterbuurman in de straat achter mij. Daar woont sinds kort een studentenman. Ik denk dat hij net klaar is met studeren, met een vriendin. En echt, dit is een verhaal. Het irriteert me zo erg. Het irriteert me elke dag. En toen dacht ik, ik moet er gewoon een video van maken. Het gaat dus over hondenpoep. Laat ik het zo zeggen, in mijn buurt hier hebben we een slootje met gras eromheen. Alle honden worden eruit gelaten. De helft van de mensen laat de poep liggen. De andere helft ruimt het op. Er wordt niet echt een punt van gemaakt. Ik heb nogal een goede reden waarom ik de poep laat liggen. Als het winter is of als het koud is, dan zorg ik altijd voor dat ik alle eendjes voer, dat ik de vogels voer. Ik word helemaal gestrest in bed van het idee dat beestjes buiten honger hebben of wat dan ook. En wat is mij nou opgevallen? Als je poep laat liggen en je loopt een stukje verder, zeker in hele koude periodes waarin vogels moeilijk eten kunnen vinden. Het is een vies verhaal, maar oké. Kraaien, eksters, vogels, ze gaan allemaal op die poep af, zelfs ene, en die pikken al het voedzamer eruit, denk ik dan. Dus de ligt zeg maar, het ene uur ligt een hele grote drol en een uur later liggen er allemaal kruimeltjes. Dus mijn idee erbij is van joh, als die poep dan toch wordt gerecycled op een natuurlijke manier, waarom zouden we de poep dan in een plastic zakje stoppen, knoop erin en het dan in een prullenbak gooien? Maar ja, je hebt hier dus niet echt een regel. Ja, je moet altijd overal poep opruimen. Maar ja, als de beest van eten vind ik gewoon laat liggen. Maar in ieder geval, er ligt er altijd heel veel poep en heel veel plas. En het is gewoon gor. Dus de afgelopen zomer was mijn hond daar aan het poepen. En ik loop verder. En dan komt zo'n jongen van de straat achter mij naar buiten. En ik dacht eerlijk gezegd dat het zo'n student was hier uit die studentenwoningen. En die komt zo naar me toe. Hé, kunnen niet opruimen. Er zitten hier moeders met kinderen. Maar er waren inderdaad, die dag ervoor, waren er een paar toeristen. En die moeder en een dochter zijn gewoon in dat veldje gaan liggen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik ruim de poep niet op. Maar er ligt daar zoveel stront. Dat komt echt niet alleen van mijn honden af. Iedereen laat het gewoon liggen. En als het toch op een natuurlijke manier wordt gerecycled, dan moet je gewoon onthouden, laat het gewoon liggen. Maar dat een toeristenmoeder met haar dochter in dat gras gaat liggen en zitten, dat is gewoon goor. Ook gewoon omdat daar honden gewoon plassen. Het is gewoon vies. Dat doe je gewoon niet. Dus hij komt naar me toe. Ja, kan je dat niet opruimen? Er liggen hier mensen in het gras en zo. En toen dacht ik al. Oh, jij bent echt nieuw hier. Hij heeft geen idee dat hier geen mensen horen te liggen. Dus even later. Oh, ik zou me opmaken. Maar ik kom er gewoon niet naartoe. Dus toen had ik al. Toen keek ik hem echt aan. Toen deed ik alleen maar zo. En toen zei ik, dit is een hondenuitlaatplek. Je hoort hier niet te liggen. En ik zei alleen maar, oh, laat me gewoon met rust, weet je wel. Ik dacht alleen maar, heb je er weer eentje? Let op jezelf. Let op je eigen leven. Je weet niet waarom ik dingen doe. Nou, dus dat had ik al achter me gelaten. Het irriteerde me mateloos dat iemand zich met mijn leven bemoeit. En ook de manier waarop hij me aansprak, vond ik zo neerbuigend, zo kleinerend en zo naar. Ik was meteen klaar met die jongen. Maar ja, ik heb hem natuurlijk wel onthouden. En toen een tijdje geleden. Toen brak de pleuris uit. Ik loop langs de sloot. En ja hoor, mijn hond gaat weer zitten poepen. En echt, ik snap het best mensen als jullie zeggen, je moet het opruimen. Maar ik ga geen papieren zakje om mijn drol doen en het dan in de prullenbak gooien. Ik wil geen plastic zakje om mijn drol doen en het dan in de prullenbak gooien. Er worden bomen voor gekapt. Plastic is gewoon heel slecht, dat weet je gewoon nu. Laat die drol op een natuurlijke manier gewoon gerecycled worden. Ik sta er echt 100% achter. Tenzij het echt een zitveldje is waar mensen echt zitten. Of Delfts hout of zo, daar moet je het gewoon opruimen. Maar ik heb het echt gewoon puur over scheidveldjes. Dus ik loop met die honden zo. En ik loop zeg maar die kant op in de straat.
En die jongen, dus achter mij, oh ja, achter mij komt in een keer, hoor ik allemaal geblaffen, gegrom, want hij heeft nog een hele nare agressieve hond, ook echt zo'n zwart naar ding. En dus ik hoor allemaal gegrom en geblaf en Sky, mijn hond, reageert erop, dus ik kijk om. En ik denk, oh, die jongen weer, godsam, weet je wel. Dus hij viel bijna van zijn fiets met die rothond. Nou, dus hij reed gewoon verder. Ik denk zo, oh, daar ben ik vanaf. Ja hoor, hij had zijn hond waarschijnlijk thuis afgegooid. Komt hij terug gefietst. Dus ik denk, dus ik voel het al gewoon. En ik kijk hem zo aan en ik hou mijn blik strak, hè. Want niemand vertelt mij wat ik doe. Tenzij de gemeentemannetjes langskomen mij een boete geven. En misschien kan ik dan uitleggen waarom ik het laat liggen. Want ik vind gewoon alle beestjes moeten kunnen eten hoe goor het ook is. Maar hij gaat mij gewoon niet vertellen wat ik moet doen. Dus hij komt terug. En ik kijk hem gewoon strak aan. En hij rijdt voorbij mij. Hij rijdt ergens de straat in achter mij. En ik kijk hem zo aan. En ik dacht alleen maar zo. Het is maar goed dat hij wegrijdt, want ik ben die jongen spuugzat. Wat doet die jongen? Die draait zich om op de fiets. Die komt naar mij toe gefietst, weer in mijn bubbel, weer in mijn aura, in mijn omgeving. Komt hij weer terug gefietst, zegt hij, mag ik jou wat vragen? Dus ik draai hem om en ik zeg, oh, niet jij weer, hè? En van irritatie en woede weet je gewoon, je weet gewoon niet wat je moet zeggen. Natuurlijk weet ik al jaren dat ik mijn poep laat liggen. Natuurlijk zie ik in de winter en in de zomer dat die vogels al die poep opeten. Omdat ik me druk maak dat die beesten honger hebben. Daar maak ik me echt druk over. En het scheelt mij een hoop voor als die beesten gewoon die stront opeten. Maar omdat hij mij zo naar me toe komt gefietst met die hoge R van hem, raakte ik gewoon, ik klapte gewoon dicht. Dus ik zeg, laat me gewoon met rust, weet je wel. Ga, doe je ding. Laat me gewoon met rust. Dus ik loop verder. En het enige wat ik deed was, oh ja, ja, weet je wel, echt, ik werd gek van hem. Nou, en wat deed hij toen? En toen dacht ik echt, nou, je bent gewoon niet goed. Dus ik heb ook nog tijd gedacht dat hij misschien werkloos was. En misschien had hij een burn-out. Misschien psychisch niet alles in orde. En ik loop weg. En wat zegt hij? Hij verliest heel zijn controle. Hij draaide helemaal door. En dat vind ik best naar voor iemand die net in de buurt komt kijken en wonen. En hij zegt, ja, met je laag IQ, laag volk, middenstanders. En weet ik wat hij allemaal riep naar mij. Dus ik kijk er zo aan. En ik stond gewoon perplex. Ik zweer je, dit is volgens mij al 2 weken geleden gebeurd. En ik word er zo woest van. Dus die jongen die is weg. En ik kook, mijn bloed kookt gewoon. Ik ben in alle staat. Ik heb al gedacht dat ik stront op zijn ruiten ga smeren of wat dan ook. Die hele jongen weet helemaal niks van mijn IQ. En ik heb al zoveel verhalen in mijn hoofd gehad van wat had ik moeten zeggen en wat had ik moeten doen. En dan wil ik gewoon, mijn moeder zegt gewoon de eerste volgende keer dat je hem ziet, moet je zeggen, hey, hoog volk. Omdat hij zichzelf kennelijk heel hoog vindt. Nou, toen zag ik hem laatst een keer in een auto rijden. En ik weet naar welke auto het is. Dus dan zie ik hoor voor me hoe ik de banden leeg steek. En hoe ik alles verpest aan zijn leven. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Want ik zou me nooit verlagen naar iemands niveau op die manier. Want ja, misschien is hij wel niet goed in zijn hoofd. En doet hij daarom gewoon naar. Maar ik heb echt alle ideeën in mijn hoofd gehad. Om hem te zieken en te verpesten. Maar ja, dat doe ik dan niet. En nou weet ik even niet meer waar het laatste deel om. Oh ja, dus ik had hem vorige keer zien rijden in zijn auto. En nou, toen dacht ik, oh, je bent toch niet werkloos, want je zit in een auto, in pak. Maar ik vind het gewoon raar. Weet je, laag volk. Dus omdat allebei mijn ouders, hebben niet een al te beste start gehad in het leven. Die hebben zichzelf een beetje omhoog gewerkt. Ze hebben zichzelf bijna doodgewerkt. Dus mijn moeder die zit wel thuis, heeft weer inmiddels een beetje een baantje. Mijn vader die werkt zijn hele lichaam kapot aan het gebouwvak. Nou, maar mijn oudste broer die heeft een hele hoge opleiding net pas afgerond. Die is in de 30. Dus ja, laag volk zou dat niet echt kunnen regelen. Mijn andere broer, nou, die gaat de zaak openen met mijn schoonzus. Die doet het ook hartstikke goed. Is ook geen laag volk. Ik zelf heb alleen wat geestelijke klachten. Waardoor ik snel depressief ben. En eigenlijk gewoon een triest hoopje. En dat wil ik niet. En daar ben ik echt voor alles in hulp. Daarvoor krijg ik altijd hulp. En dan voel ik me wel eens onzeker. Maar ik heb geen laag IQ. Ik heb gewoon onwijze moeite met de schoolsystemen die er nu zijn. Dus omdat hij dit tegen mij zegt, van je hebt een laag IQ en een laag volk, dan voel je je ook heel eventjes echt laag. En echt laag volk. Dat je denkt, oh. Maar ondertussen heb ik wel gewoon een boek uitgebracht.
de mensen om me heen die mij echt kennen, weten dat ik gewoon... Ik ben misschien niet schoolwijs, maar ik ben wel echt levenswijs. Je hoeft mij niks te vertellen over racistische dingen, dierenleed, bla. Ik weet alles al, weet je wel. Alleen, zet me in een klaslokaal met de leersystemen die we nu hebben. En ik red het gewoon niet. Want het komt gewoon niet in mijn hoofd. Ik vind het zo niet interessant verpakt. En het is naar. En de leraren zijn kut. Sorry dat ik het zeg. En de leerlingen onder elkaar. En tegenwoordig met de telefoons. Het is gewoon echt allemaal 10 keer niks. Maar dat betekent dat ik een laag IQ heb? Nee. Dat betekent gewoon dat ik niet pas in die typische maatschappij qua school en leren. Dat hij nou wel zijn opleiding heeft kunnen afmaken en alles erop en eraan. Gefeliciteerd. Maar dat betekent niet dat ik dan een laag IQ heb en een laag volk ben. Je woont fucking in dezelfde buurt. Je staat niet boven mij. En iemand die mij zo aanspreekt, op die manier, heeft een zeer laag EQ. En stop met reacties zetten van, oh ja, dan je zegt EQ, je bedoelt IQ. Nee, ik bedoel EQ. Dat heeft met je emoties te maken. Met je innerlijke gevoel. Dat heeft niet te maken met hoe goed je kan leren. Dat heeft te maken met je emoties. En ik ben heel hoog met mijn emoties, want ik heb snel door hoe mensen zich voelen, wat er aan de hand is. Alles erop en eraan. Maar ik vind het echt, als we dan even gaan. Ik heb al een keer een kennis in mijn omgeving gehad die zei, ja, jij komt van een ander milieu. Dus ik dacht, pardon? Mensen die van een goed milieu komen, die zullen nooit zo denigrerend praten en zo naar praten tegen mij. Want, dat zei mijn moeder heel mooi, dan ben je gewoon een pedant mannetje. En dat is hij. Hij voelt zich beter dan een ander. Hij gedraagt zich beter dan een ander. En hij kijkt niet eens naar de beweegredenen van een ander. En echt waar, mijn maag jeukt hier al 2 weken van. Ik kan er helemaal niks mee. Want ik ga me niet verlagen. Maar ik wil hem ook niet meer aanspreken. En, ja, ik hoop eigenlijk alleen maar dat hij zich een beetje schaamt. De ene keer, hij heeft me een keertje heel naar aangesproken. En toen zei zijn vriendin zelfs van, joh, laat maar, loop gewoon door, weet je wel. Hij zet gewoon zichzelf ontzettend voor schut. En ik denk alleen maar, laat mij met rust. Zo, dat was weer even een potje irritatie. Je kan ook wel merken dat ik een therapietje nodig heb. Nee, ik ben de laatste tijd zo, ik weet niet wat het is. Ik denk een beetje een winterdip en misschien doe ik weer te veel wat ik eigenlijk helemaal niet zo goed aan kan. En dan ga ik toch door. En ik zet maar door. En ik ga maar door. En voor mij vallen sommige dingen heel zwaar, heel snel. En ik wil niet nog een burn-out krijgen. Of ik wil niet weer in depressie terechtkomen. Dus ik heb vandaag gewoon lekker een afspraakje. Maar ik wil gewoon heel erg benadrukken dat een IQ niks te maken heeft met hoe jij je kan gedragen tegenover je medemens. Want misschien denkt hij wel dat ik een laag IQ heb, maar ik zou me nooit zo opstellen zoals hij dat tegenover mij deed. Zo zou ik nooit tegen hem doen. Dan ben je echt een naar persoon. Ik heb liever een miljoen ongeschoolde aardige mensen om me heen dan een miljoen geschoolde rotmensen om me heen. En dat zeg ik je eerlijk, en dat is gewoon zo. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Misschien een sexy Q&A als er weer wat verrassende vragen worden ingestuurd. Want het was nou wel allemaal een beetje hetzelfde. Dus je kan in mijn beschrijving kijken. Ja, nou ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.